Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Ineke van Elk en Herman Overweg, jullie zijn een hele tijd in de voorbereiding van een evenementje hier in Doesburg, of een expositie. Vertel eens wat over. Wat gaat er gebeuren? Nou, het is misschien wel een evenement. Het is eigenlijk een expositie, maar het is een openingsexpositie aanstaande zondag van Frank Wetink, die wij een onderbelichte kunstenaar vinden. En ik kwam hem tegen en hij was eigenlijk best negatief. En ik had net zijn boek, laatste boek gelezen, was ik zo van onder de indruk. Dus ik zei tegen Herman Overweg, kunnen wij daar iets mee? En toen dacht Herman, ja, daar kunnen we wat mee. Ja, want weet je wat het bijzonder is? Iedereen in Doesburg kent Frank Wetink, maar ze weten heel weinig van hem af. En dat geldt ook voor mij. Ik heb heel vaak met hem te maken gehad. We hebben samen wel eens met de geschiedenis van het arsenaal hebben ons bezig gehouden. Maar toen ik dat boek zag, toen dacht ik, jongen, jij bent een duizend kunstenaar. En ik vind dat dat best aan het grote publiek mag worden laten gezien. Wat mooier is natuurlijk om het in levende lijven te zien, hè, zijn werken. Hij heeft ook sculpturen gemaakt, heb ik begrepen. Ja. Dan alleen in een boek natuurlijk. Absoluut. Hij heeft prachtige houten sculpturen gemaakt. Die staan ook voor zijn raam in zijn woonhuis. En hij heeft boeken geschreven, gedichten gemaakt, erotische verhalen geschreven. Het is een enorm veelzijdig mens. Aanstaande zondag heb ik begrepen, een opening. En hoe lang blijft de expositie hier in de kerk staan? Ja, maandag is het voor het publiek toegankelijk, 7 dagen lang. En dat betekent dus dat het iedereen ruim gelegenheid krijgt om met name ook kennis te maken met zijn prachtige schilderijen. Want hij heeft een enorme hoeveelheid schilderijen gemaakt, daar was ik het meest verwonderd eigenlijk over. En die staan hier dus een week te zien. Ja. Vrij toegankelijk vanaf maandag voor iedere inwoner. Okay. Nou, jullie zijn heel druk met de voorbereidingen. Spectaculaire opening zondag. Dat moet nog het een en ander gedaan worden, als ik het zo achter bekijk. Nou, het is, zoals Ineke al zei, het is ook een evenement. Want zijn zuster, operazangeres Edith Wetink, die treedt ook op. Okay. Dus het wordt een hele leuke bijeenkomst aanstaande zondag, maar dat is natuurlijk maar voor weinig mensen. Daarna voor iedereen een week lang Frank Wetink zijn boeken, zijn schilderijen, zijn sculpturen en nog veel meer. Met als titel, niet alles blijft plakken maal 100. Dat is ook de titel van zijn boek. Ik wens jullie heel veel sterkte met het inrichten van de expositie en heel veel bezoekers. Oké, ja? Dankjewel. Dankjewel Maarten. Dank je. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud.